dag dat ik mijn laatste doorpas heb. Depressed. Ben je depressed? Dit is geen blik van iemand die vrolijk is. Nu rijd ik naar het ziekenhuis. Daar heb ik een afspraak staan. Yes, ik ben geswitcht. Goedemorgen iedereen. Welkom bij de nieuwe weekvlog. Het is vandaag donderdag. En vandaag is het dag 4 van ons sportvasten. Dat zijn wij begonnen. Niet gesponsord. Maar we willen het wel graag delen omdat het ons gewoon ontzettend goed helpt. En eventueel jullie ook kan gaan helpen. Vandaag is dus vaste dag 1. Gisteren mochten wij 300 ml sap in de ochtend en ook in de middag. En in de avond 450 ml tomatensap. Nou, dat vult best wel. En vandaag is dus vaste dag 1. Dus gisteren was afbouwdag 3. Vandaag is vaste dag 1 en dat betekent dat je dus nu als ontbijt, het is nu 10 uur, 100 ml sap mag. Dus ik heb 100 ml zit hierin, grapefruit sap. En het is serieus niet meer dan dit. Dit is mijn ontbijt. Daarbij slik ik met water een omega 3 en uiteraard met water een kalmag zink. Dus dat zijn de voedingssupplementen die ik erbij krijg. Dit krijg ik ook als lunch. Dan kun je wel afwisselen met chudorans of met druivensap. En dit krijg ik ook als avondeten. Dus vandaag is best wel een pittige dag. En wat ik vandaag doe, doe ik dus ook morgen en overmorgen. 3 dagen lang doen we dit. En dan daarna gaan we weer opbouwen en gaan we weer eten. Ik voel me eigenlijk op zich wel goed. Gisteravond had ik heel veel honger. Maar toen ben ik maar gewoon meteen naar bed gegaan toen ik dat begon te voelen. In ieder geval, we gingen wel laat slapen alsnog. Maar niet meer de keuken in, dat helpt. Gewoon meteen je bed in. Dan sta je ook niet in de verleiding. Dus het gaat op zich goed. Ja, het gaat goed. Vandaag hebben wij, heb ik in ieder geval, tot en met 1 uur blijf ik thuis werken. En na 1 ga ik richting de stad. Want dan heb ik daar iets leuks, maar dat zien jullie strakjes. Oké. I can do this. Wedding in my head. Wedding preps. Hey, Kwispel. Hey, knapperd. Kom maar. Wie is zo knap? Wie is zo knap? Oh, was dat een bevestiging dat je zo knap bent? Ja, oh lief, je bent zo lief, je bent zo lief. Kom maar, gaan lopen. Gaan we wandelen nou? Hé? Oh, wat ben je lief. En het taartje blijft maar kwispelen. Hé, jongetje! Kom maar. Deze top staat jou fantastisch. Zo'n navel op navel truitje, zou dat hier? Ja, en dan moet je wel zo'n mooie, zo'n taille rok of een broek zo erbij. En dan zo... Oh, kijk, zo zie ik eruit als ik thuis aan het werk ben. Het meest vreselijkste t-shirtje ever. Met nu in dit geval gewoon even een rokje. Omdat het best wel bloedje is. Daar in de verte zie je Lode Knot. En dit is de hondje. Hondje. Gaan we lopen? Wat? Wat wil je? Wil je wandelen? Hey Rox. Rox. Ga je mee? Ga je mee? Oh, die oogjes. Oké, kom maar. Goed, ik ben aangekomen op de locatie. Ik ben in NL Studios hier in Amsterdam. En ik heb dus vandaag een fotoshoot voor Glamour Beauty Book. In samenwerking met L'Oréal. Super tof. Nou, jullie kennen mij. Ik heb vandaag even een hele andere make-up look dan normaal. Best wel een hele dikke eyeliner. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar het is zo tof een keer een hele andere look te hebben. Ik heb ook een prachtig jurkje aan. De meest beeldigste schoentjes ever. Dus kijk nou. Prachtig. En wij gaan nu shooten. Haar make-up is helemaal ready. Jurkje zit. En nu is het wachten op de fotograaf. En dan gaan we knallen. Sorry,
nummer 2. Op naar foto nummer 2. Oh, oké. Okay. Oké, de shoot zit erop. En ik heb echt zo'n beeldig jurkje aan. Oh my god. We zijn dus nu klaar. Ik heb net gekeken welke selecties ze hebben gemaakt. Alle foto's zijn op hun eigen manier heel erg tof. Heel erg glamour. Ik had een, hoe noem je zo'n ding? Zo'n windding achter me. Waardoor echt mijn haar alle kanten op ging. Het was echt super, super leuk. Het komt dus in het Glamour Beauty Book. Samenwerken met L'Oréal eind... Of niet eind december, gewoon in de maand december komt het uit. Met echt een mega lang interview met allerlei beauty geheimen. Dus ik denk dat jullie dat heel erg leuk gaan vinden om dat te zien. Maar tegen die tijd zal ik zeker op Instagram plaatsen dat die in de winkels ligt. En dan kan je hem natuurlijk gaan halen. De foto's zijn in ieder geval mega tof. We hebben dan nu een selectie gemaakt en uiteindelijk kies Glamour zelf de foto uit natuurlijk. Maar ja, ik vind ze allemaal mega, mega tof. Het was een leuke... sfeer, leuke energie, leuke groep, fantastische fotograaf, leuke stylisten, goede make-up artist en ja, het was gewoon een geslaagde dag. Het is wel uitgelopen, want het is nu 6 uur en ik was hier om 2 uur. Dus ik ga nu als een gek naar mijn auto. En dan, ja, moet ik echt nog heel veel gaan doen. Oké, maar goed, let's go. En ik heb een hele goodiebag gekregen van Glamour. Met allerlei leuke goodies. Super leuk. Ah, zo lief. Grappig. Dit zit parfum. Een flesje Moët. Een notitieboekje. Chocola. En lolly. En de Glamour. En het... Deze Glamour, daar waar ik nog in sta. Vet grappig. Leuk. Nou, lief. Dankjewel. Oké, home sweet home. Ik ga maar aan mijn avondmaal beginnen. Poeder met 100 ml water. 100 ml jus. En mijn supplementen. En ik heb honger. Honger. Schat. Here we are. Oké, het is vrijdag 24 augustus. Ja. Dat wij, jawel hoor, ja, want Fred is natuurlijk altijd mee. Cameraman. Dat wij mijn schouwjurk gaan ophalen. Spannend. We hebben het haar niet zoals hoe we het gaan doen op de bruiloft. Maar wel even in een knot, zodat we straks kunnen kijken ja, hoe het staat bij de jurk. Omdat we dan even kunnen kijken, gaan we voor een knot of gaan we voor heel wat anders? Precies dat. We moeten nog een beetje spelen wat kapsels betreft. Dus let's go. We gaan het zien. Oké. Okay. Let's go. Goed, ik ben nu binnen. Vandaag is dus de dag dat ik mijn laatste doorpas heb. En als die helemaal goed zit, als gegoten, dan gaat hij met me mee naar huis. En dan is het gewoon zover. Dan gaat de jurk met me mee en dan gaat hij volgende week mee naar Italië. En dan is het gewoon klaar met jurken passen en meten en eventueel dingetjes aanpassen. Dan is dat gewoon wat het is. Dus het is wel heel spannend. Ik ben ook heel benieuwd hoe die nu bij me staat. En ja, gaan we ook meteen even kijken welke jurk het wordt voor het avondfeest. Omdat jullie hebben natuurlijk misschien in een paar vlogs geleden al gezien dat ik ook op jacht ging naar een jurk voor in de avond. En ik kon niet echt kiezen. Dus we gaan nu even in de sfeer blijven van eerst mijn trouwjurk aan. En dan die twee waar ik niet uit kon kiezen. En aan de hand daarvan ga ik dus vandaag nu echt knopen doorhakken. En dan ook de jurk bepalen voor het feest. En dan is het gewoon klaar met de voorpret wat de jurken betreft. En dat vind ik best wel jammer, want het is zo leuk. Maar goed, op een gegeven moment moet het ook gewoon klaar zijn, want dan ga je trouwen en dat is volgens mij nog veel leuker. En mijn make-up en haar, dat komt sowieso goed als Fred het doet. Hè Fred? Dat rijmt. Dat is leuk. Nu hebben we even een knotje gedaan, maar we zitten ook een beetje te spelen met vlechten en met los en met half vast en met stijfjes en losjes. We zijn eigenlijk iedere keer een beetje ermee aan het spelen. Dat filmen we allemaal nog niet. Uiteindelijk als ik eenmaal getrouwd ben en alles zit erop, dan gaan Fred en ik een hele video uploaden waarin hij laat zien hoe hij de verschillende trouwkapsels heeft gemaakt bij mij. Dus dat komt allemaal nog voor in de toekomst. We zijn nu eigenlijk ook nog een beetje aan het spelen en kijken, ja, waar voelen we ons lekker bij? Wat vinden we mooi? Want ik ben ook best een wispeltuur. De ene keer wil ik dit, de andere keer wil ik dat. Dus het is allemaal nog een beetje uitzoeken. Maar ik denk dat het uiteindelijk gewoon helemaal goed gaat komen. Want ja, als je Fredje aan je zij hebt, dan moet dat wel. En we zijn in Italië. En ik heb de meest mooiste, prachtigste, geweldigste, fantastische, mooiste jurk ever aan. Dus nee, dat komt echt wel, wel goed. Laten we passen. En de beelden die... Ja, de beelden die nu gefilmd worden dat ik mijn jurk pas voor de laatste keer, gaan jullie allemaal zien.
Want ik ga een hele aparte video opnemen waarin ik gewoon ga praten over mijn trouwjurk en hoe ik de keuze heb gemaakt op deze jurk. En dan zien jullie de eerste doorpas, de tweede doorpas en de derde doorpas. Dus die vlog of die video krijg je sowieso nog van mij te goed. Oké, de goudschoentjes. En ik ga nu weer passen. We zijn weer onderweg naar huis. Nou, niet naar huis, naar de fysio. Daar zie je blauwe lucht. Hi. Daar zie je grijze lucht. Schizofreen. Hi. Nederland, je bent schizofreen. Schizofrenic weather. Schizofrenic. Oh yeah, baby. Oké, jongens, een update. De jurk zit als gegotsk. Maar ik heb hem niet mee. Ik ga hem woensdag ophalen. En nog de laatste doorpas doen. Dit eigenlijk omdat Freya moet naar links. Hè? Je moet Utrecht aanhouden, rings uit. Dus je moet achter deze race. Dus ga je het niet redden. Remmen. Anders ga je het niet redden. Fred is een rijbewijs. Af en toe moet je hem even helpen. En nu kan je. Ja. Want hij zat echt perfect. En het is. Dat kan ik ook nog niet zeggen. Nee, maar ook niet. Wij vonden hem allebei iets te lang. Wat echt prachtig was. Maar de foto's en het lopen is het gewoon net iets makkelijker als hij gewoon. Net iets makkelijker als hij echt dicht. Het is echt dit, hè. Het is zo inie, pini, tiny weenie. Een stukje wat nu iets wordt ingenomen. Waardoor het, ja, het is echt, nou, het is echt, ze zijn er nu al mee bezig. Alleen we konden ook niet wachten, omdat ik nu naar de fysio moet. Ze zijn zo lief ook, vind ik dan. Ja, zo lief. Hey. Ja. Ik word gebeld door Lola. Lola Verver. Hallo, lief schat. Ben je al zo lang niet meer in beeld? Ik kom thuis. Ik lig hier zo lekker. Oh, wat lig je er weer lekker bij. Oh, wat lig je er weer lekker bij. Oh, komt hij weer. Oh, ik ben naar de fysio gegaan, jongens. Ik heb dry needling gehad. Een of ander stroomschot in mijn nek. Hij heeft me gekraakt. Oh, er zit een of andere spier dus hier klem. Waardoor die dus continu uitstraalt naar mijn arm. En dat gevoel alsof je hand slaapt is echt bloedvervelend. En je kan dan niet zoveel. Dan kan ik alleen maar zo schudden. Dus gisteren bij die fotoshoot ook. Tijdens het opmaken. Dan moest ik echt zo zeggen tegen die vrouw. Oké, even wachten hoor. Dan moest ik weer zo heel lomp mijn hand schudden. Want als ik dat dan doe. Dan laat hij los. Of dan gaat het weg. Alleen nu ben ik zo toegetakeld. Dat ik bijna niks meer kan. Maar goed. We're back home. Ik moet nu alleen meteen weer terug. Maar ik heb Fred natuurlijk even thuis gedropt. Dan kan hij verder met de pakketten. En dan ga ik nu weer snel terug naar de stad. Zo. Omdat ik wat afspraakjes nog heb. Hey, rustig. Oh, stijve nek. Hey. Wie is er zo knap? Wie is er zo knap? Wie is er zo knap? Ben jij zo knap? I love you. I love you. I love you. Lekker beestje. Lekker beestje. Oh. Oké. Nou. Ik ga meteen weer weg. Oké. Hey, ik zit nu in de auto. Ik heb het haar lekker even losgegooid. En me even omgekleed. Een jurkje aan met een kool en lange mouwen. Het was best nog wel fris. En die jumpsuit van mij die heeft een hoge split. Dus eigenlijk blote benen en blote armen. En met alleen mijn spijkerjasje was het toch net iets te fris. Nu rijd ik naar het ziekenhuis. Daar heb ik een afspraak staan. Heeft te maken met mijn astma. Even weer extra controle. Want we zijn nog wel steeds een beetje in onderzoek. Of het nou eigenlijk wel echt astma is. Of dat het misschien iets anders is. Dus dat heb ik nu. En daarna ga ik eventjes naar mijn oude schoenmaker. In mijn oude wijkje. Omdat hij is gewoon fantastisch. En ik heb echt 8 paar hakken die ik nu bij hem ga brengen. Om even de hakjes mooi te maken. Met zo'n plasticje om het hakje. Helemaal in voorbereiding om mee te nemen naar Italië. Dus ja. Ik ben weer thuis. En ik ga nu eventjes hier aan de bak. Op dit rommelige kantoor. Nou, wij zijn begonnen aan ons avondeten. Rijn en ik. Op risico. Bowie is er ook weer gezellig. Oh, Messietje is er ook. En Rijs is er nog steeds. En ons avondeten vandaag is Metabolic Switch. En 100 ml druivensap. Hoe gaat het met mijn verloofde? Nou. Depressed. Ben je depressed? Dit is geen blik van iemand die vrolijk is. Het is nog zwaarder dan de vorige keer. Ja, het is wel zwaarder dan de vorige keer. Meer honger. En dat betekent dat je metabolisme hoger is. Gif. Dat vind ik helemaal niet vies, dit. Nee, nou, dat is niet goed, joh.
Aloe vera, puur aloe vera is goorder. Dat krijg ik dus niet door mijn strot. Ik vind het helemaal prima. Dat is niet prima. En dan hebben we de omega 3. Die voor mij heb ik al eerst geslikt. En ik al mag zinken. En deze trek ik heel slecht. Daar ga ik altijd bijna van over mijn nek. Maar goed, nu klinken we heel negatief. We doen het ergens voor. En dat is wel heel goed. Want volgens mij is ons lichaam nu aan het switchen. Switchen? Nee, serieus. Volgens mij is ons lichaam nu aan het switchen. Ik appte onze coach vandaag. Ik zeg, we hebben allebei heel veel honger. Hij zegt, dan is je metabolisme hoog. En dat is goed. Kunnen we straks meer eten. Je lichaam is nu aan het switchen. Maar goed, morgen laatste dagje vasten. En dan mogen we weer eten. En je waardeert echt zoveel lekkernij. Nu alles wat ik nu zie of ruik. Of dan denk ik, oh, ik kan niet wachten om een olijf te eten. Ik denk net aan olijven, jij? Ik heb niet staan koken. Pas op dat jullie daar niet bij dat ding, bij die lampen spelen. Pas op, anders vallen jullie. Nee, het is wel echt... Het is wel te doen. Je overleeft makkelijk. Het is helemaal niet heel zwaar. Het is gewoon wel... Het is gewoon zwaar. Het is gewoon echt zwaar. Het is niet heel zwaar. Het is overleven. Heel zwaar. Het verschil tussen man en vrouw? Ja. Het verschil tussen vet en geen vet. Is dat het dat jij dus meer moet... Ja, misschien wel. Maar oh, goed nieuws. We hebben morgen onze tussenmeting. Maar meneertje is al hoeveel kilo kwijt? Hoeveel kilo? Oh, dit is mijn diner. Zo lekker. Hoeveel kilo ben je nou kwijt, Sjoes? 3 al, toch? Hij is al 3 kilo kwijt. En het is niet zo dat wanneer je dan begint met eten, dat je dat er weer aan eet. Dat helemaal niet je verliest. Let op, ik heb het hier. Want dat heeft mijn coach, onze coach, gestuurd vandaag. Je verliest namelijk hier. Je verliest, enige waarin je weer zult aankomen is in spier, glycogeen en vocht. Dus het is puur het vocht in de spieren. Dus het is niet dat je ineens weer aankomt in vet. Als we gewoon blijven bewegen, is ons lichaam geswitcht, zijn we fitter en slanker. Maar dit hoeft zeg maar niet. Oké, dit is echt minder lekker, maar zodra je dan zo lekker dat verse druivensap drinkt, word je wel blij. Toch? Ja. Getting there. Succes gehad, nog een paar dagen. Druivensap. Jee. Hoi, ik ben bijna klaar met eten. Het is ons avondeten hoor. Ja, ja. Dus wanneer je een slokje neemt, dan lijkt het een beetje rondbewegen erin. Want dat is gewoon de shit. Want dan denk je, dan is het zeg maar 3 keer per dag dit jongens. 3 keer per dag, 100 milliliter. 3 keer per dag. Op een zakje. Oké, wij moeten toch nog 30 minuten lang beweging hebben. En aangezien we over een paar weken gaan trouwen, gaan wij nu lekker onze openingsdans met elkaar oefenen en bestuderen en bedenken hoe we dat willen en hoe we dat gaan doen. En dat is wat wij nu gaan doen. Hier in onze woonkamer. Hoe gaan we dat doen? Dat zullen jullie zien. Op de video. Nee, Rox. Gaan we lekker eten nou? Ja, hè? Kom maar. En wat nog meer? Met tomaten erin. Paprika sap met tomaten erin. Dat vind je lekker. Ja, en ook met... De sinaasappel. Dus je wil paprika sap met tomaat en sinaasappels. Ja. En met wat? Met een mango. Nee. Met wat dan? De banaan. Kokosnoot groeit aan een palmboom. Palmboom van kokosnotenboom. En als die kokosnoot valt en je maakt de kokosnoot open, kan je kokoswater drinken. Morning. Dat is een vaste dag. Hé, hey, wat doe je nou? Ging die vallen? Ja, zo op de kop. Ging die op de kop vallen. Bowie is er weer gezellig. Dus het is weer een hele ochtend knuffelen. Ja hoor, daar gaan we weer. Knuffelen.
En als, als het dan bij de buurvrouw is gevallen, mogen jullie het dan weer ophangen? Ja. En toen? Toen mag je hem weer opzetten. Mag het van mama zeggen, mag ik hem alleen opzetten. Van mama's en papa's mag je niet afhalen. Mag de was er niet af? Nee. Alle kleren mag niet. De kinderen mag het niet. Alles, die knijpertjes. Ja. Nee, die was. Wat zijn die weer? Die knijpertjes waar je je kleding mee ophangt. Op het wasrek. Ja, en dan ga je hem niet meer doen. Dan mag je van je mama niet meer doen en papa ook niet. Dat mag allemaal niet. Nee, alleen ophangen. Oh, je mag met het alleen een ophangen. Met een knijpertje. Lieve schat. Ja? De tussenmeting. Nou, hier. I wish for your welcome. Goedemiddag iedereen, het is zaterdag. Wij hebben vandaag onze tussenmeting. Wij zitten op onze vaste dag. De laatste vaste dag, dus dat is top. En nu gaan we zien in hoeverre we nu al progressie hebben geboekt. Maar dat hebben we al, want we hebben stiekem thuis ook even op de weegschaal gestaan. Maar nu kunnen we echt even dieper kijken ook naar je spiermassa, je vetpercentage, et cetera. En verheug ik me enorm op morgen dat we weer mogen eten. Ik heb echt ontzettende honger vandaag. Echt niet te doen. Dus bij mij is de laatste vaste dag echt het zwaarst. Dag 1, dag 2 is echt helemaal prima te doen. Maar die laatste dag, killer. De tussenmeting ziet er zo uit. Sta je op dat dingetje. En Mark is onze sportvaste coach. Hallo, daar ben je weer. Daar ben ik weer. Daar heb je ons weer hoor, over de vloer. Gezellig toch? Ja. Ja, goede klanten. Ja. Doe goed je best. Ja, en we hebben een goed doel nu, hè? Heel mooi doel. Spannend. Nu in de eerste fase verlies je vooral vocht en glycogeen uit de spieren. Ja. En daarna, nu de ketonen omhoog gaat je vetzuren gaan verbranden. Dus nu de komende 5 dagen, ga je vooral je vet verbranden. Dus het is een hele goede score voor nu. Dus nu is het alleen nog maar een beetje vocht in de spieren. En wanneer we dus weer gaan eten, dan gaan we vet verbranden. Terwijl je zou echt denken dat ja, doordat we niks eten vallen we nu af. En wanneer we weer gaan eten komt alles er weer bij. Maar dat is dus niet zo. Nee, de switch wel maakt dan toch? De switch is eigenlijk dat je lichaam ketonen gaat maken uit vetzuur. Dus ja. Je lichaam gaat eigenlijk de suikers die niet in je bloed zitten, gaat die compenseren. Ja. En dat doet hij door die ketonen omhoog te gooien. Die vetzuren worden opgeofferd. Ja. En dat blijft doorgaan ook als je weer langzaam meer gaat eten. Ja. En dat is waar je je winst gaat pakken. Yes. Dus kom maar door met het eten. Ja. Nee, je ziet dat je gewicht van 62,6 naar 95,5 is gegaan. Ja. En dan het grootste verschil is gewoon vooral spier, glycogeen en vocht. Ja. En je bent nu een klein beetje ook lager in dat vocht aan het in de spieren aanraken. Ja. Maar dat is eigenlijk nog niet belangrijk voor deze fase. Deze fase vooral dat vocht en dat glycogeen bij mij. Okay. En het leuke is, als je dus de volgende fase gaat zien, dan schiet ineens dat vet naar beneden en die spieren die gaan zich herstellen. Tof. Dus voor nu oké. We gaan even de centimeters er nog bij pakken. Jeetje raai, van 95,9 naar 92,7. Ja. En dan straks, wanneer we klaar zijn en dat vet gaat, dan ik denk dat jij onder de nek. Gaat langzaam, hè? Ja, dus. Ik had 72 centimeter in mijn taille en ik zit nu op 70. Dus ik ben 2 centimeter kwijt bij mijn taille. Maar bij de eindmeting gaan we het iets beter opmeten, want ik heb nu een jurkje aan. Dus dan doe ik even een broek aan en kunnen we het net iets beter opmeten. Oké, progressie. Nu gaan we even jou... Hallo, mijn progressie niet. Wil je niet vertellen of zo? Ja, schat, dat heb ik al gedaan. 5 centimeter. Oh, hier ja. Oh ja, dat hier. Rijn is al hier. Hij was 100. En hij is nu 95 centimeter. En hier is de taille 97. En hij is nu 93. Dus het gaat echt de goede kant op. Hij is een klimmer, ja. En nu doen we bloed. Ja, ketonen. Zijn bloedliter in een gewone situatie 0,0 of 0,1. Okay. Zijn nu naar 0,6. Dus 6 keer verhoogd. Dus we willen boven de 1 straks uitkomen. Oké. Okay. Dus morgen vandaag de vaste gaat deze verder omhoog. Cumulatief, maar hij gaat. Nee, morgen mogen we. Nou, morgen mogen we eten hoor. Vandaag is de laatste vaste dag. Vandaag was de vaste dag, precies. Maar ik wil het gewoon nog. Ik kan ook echt niet nog een dag vast hoor. Nee, nee, dit is echt mijn max. Opdracht, ja, dat voelt niet echt als heel veel eten hoor. Nee, klopt. Yes, ik ben geswitcht. Want 1,7 houdt in?
Ja, dat is 15 keer ongeveer zoveel als je normaal hebt. Normaal heb je 0,0, 0,1 ketonen in je bloed. Ja. 1,7, dat betekent dat je lichaam als een gek ketonen bij het pompen is. Yes. En je vetzuur aan het verbranden is. Hey. Hey iedereen, ik ben echt compleet veranderd. Ik heb echt een metamorfose to the max gehad. Ik ben nu in de Hudson's Bay en ik ben uitgenodigd door de Great Beauty Bar om hier naartoe te gaan. En dan werd ik eigenlijk compleet verwend, maar ook helemaal klaargemaakt om straks naar het concert te gaan van Justin Timberlake. Dus ik ben helemaal opgemaakt op een manier hoe ik mezelf nooit opmaak. Ook een manier hoe Fredje dat nooit bij mij doet. Ik heb een one piece in, dat is met zo'n draadje. En dat heb ik in en dat, ja, dat zit eigenlijk heel licht. Ik voel helemaal niks. En ook wel heel natuurlijk, vind ik zo te zien. En mijn nageltjes zijn net gelakt. Super leuk. Dus dit is de change. Wij worden zo opgehaald door een limousine. En dan gaan we naar Ziggo Dome. En dan gaan we dus met een hele grote groep naar Justin Timberlake. En ik heb er ontzettend veel zin in. Toen ik volgens mij 20 was, heb ik Justin Timberlake gezien in de arena. Volgens mij was het arena. Buiten toen nog. En vandaag ga ik hem zien in de Ziggo Dome. En ik vind hem echt een fantastische artiest. Dus ik kan niet wachten. Nou, dit is dus het lookje. Bailao jurkje, bailao kettinkje en een vintage Chanel tasje. Schoentjes zijn van de Zara. En dit is het lookje. We zitten in de limo! Nou, ja. Hey baby! Het regent dus heel hard. En het was even rennen en vliegen, want anders ging ons hele mooie haar eraan. Dit zijn alle meiden die mee zijn. Hallo mama. Hallo. Gezellig. Je ziet er prachtig uit. Mooi. En daar ook nog twee leuke meiden. Jessie en Melanie. Ook mooi. Met de haartjes. Ja, mooi hè? Ja. Echt gaaf. En de limo is heel erg super deluxe. Kijk, ik zie champagne mensen. Ja, willen we. Jess, ga je poppen? Ja. Dit moet even een boemerang ook. Oh, een glas. Ja. Hij komt er al wel bijna uit. Een glas. Is iedereen klaar? Ja. Yeah. Oh jee. Yes. Ik moet hem echt ophouden met kracht, man. Ja. Ja? Ja? Kom maar. Ja, iedereen klaar? Ja. Ja. Niemand gebond. Ik moest hem echt tegenhouden. Dat is onze limousine. En kijk hoe leuk. Great Beauty Bar. Het logo staat erop. En dit was het. Het is een beetje een Hummer limo, of niet? Ja. Vet tof. Ah, leuk. Yes, aangekomen bij Ziggo Dome. Ja. Met een sexy babe. En Greta. Ja, we gaan nu eerst even eten. We hebben een diner. En daarna gaan wij Justin Timberlake bewonderen. Misschien aanraken. Oeh, ja, want Jess heeft misschien geregeld dat we een meet and greet krijgen. Nou, niet ik. Ik hoop het, jawel. Het is jouw idee. Het. Als een vrouw ergens voor gaat, dan gaat ze ergens voor. Motje. Lekker tassie hoor, schat. Leuk, hè? Oh. Heel leuk licht, hè. Maar we zitten in het restaurant en alle meiden die hier aan tafel zitten gaan heel lekker eten. Heel lekker eten. En ik niet. Wel een beetje eten. Zit ze met de pilletjes hoor? Ik zit hier aan mijn fitter jean, aan mijn poedertje. Nou, heel goed van je. Heb ik hier mijn pillen en mijn shootje. Maar ik had dus vanmiddag een tussenmeting en ik ben nu al geswitcht, dus ik mag een beetje eten. Dus of groente of salade of soep en dat ga ik lekker bestellen zo. Ik vind het heel knap van je. Ja? Jij ook? Voor een YouTube video wil ik dat een keer doen. Ja. Als ik mag aanstellen. Maar dat vind jij lekker, hè? Een beetje aanstellen. Heerlijk. Hou ik gewoon een beetje leven uit. Gewoon lekker klagen. Heerlijk. Ja. Salade. Morning. Ja, we zitten zo goed. Ja, we zitten echt zo. Kijk. Ja.
So if you see it on the side of me, that's okay because we know it's I hear them making us fine. Iedereen, het is alweer zondag, einde middag. En ik heb gisteravond niet meer gevlogd na het concert. We zijn eigenlijk snel na het concert direct naar huis gegaan. En vandaag heb ik heerlijk met Bowie en mijn schoonmoeder en Ryan gechilled. En nu, zoals je kunt zien, heb ik mezelf helemaal geglammed up. Helemaal zelf gedaan, zonder fret. En ik ben echt mega trots, want mijn eyeliner is echt goed gelukt. Kan het wel, als ik even de tijd ervoor neem. En zoals je ziet ben ik helemaal in de glitter en de glamour. En dat komt omdat Ryan en ik naar de bruiloft van Elnas gaan. Elnas is een vriendinnetje van ons en een oud collegaatje van Fretje. En Elnas, voor de echt oplettende kijkers die me al mega lang volgen, zei dat mijn wenkbrauwen vroeger altijd. En nu heb ik het natuurlijk laten microbladen. Dus nu hoef ik het ook niet meer zo vaak te verven en zo. Maar zij was echt mijn eyebrow specialist. Zij gaat dus trouwen vandaag. En ja, super spannend, super leuk. Ook omdat wij dus over 2 weken gaan trouwen. Jullie deze vlog zien over 1 week trouwens. Dus nee, we gaan gezellig langs. We zijn uitgenodigd. Fretje is al daar, want die doet haar haar en haar make-up. Dus vandaar deze look. Wat ik jullie nog even wilde laten zien. En even wilde zeggen is natuurlijk heb ik ontzettend genoten van Justin Timberlake. En thanks to the Great Beauty Bar dat ik mee mocht. En ja, de hele beleving ook met de limousine en het eten. En dat ik mocht eten ondanks mijn vaste dag. Oh, alles was zo perfect. Ik ben helemaal happy en heb echt enorm genoten. En dus ook alles eraan gedaan om ook een kaartje te kunnen regelen voor Ryan. En gelukkig kon hij ook komen. Dus was hij er ook gezellig bij het concert. Dus dat was echt helemaal top, top, top. Dus als jullie kijken, Great Beauty Bar, echt ontzettend dankbaar. En dit wilde ik jullie ook nog laten zien. Want ik heb natuurlijk een goodie bag gekregen. En daar zit in het nieuwe palet, de Norvina. Yes. Nou... Ik ga hem even openmaken en de nieuwe kleurtjes aan jullie laten zien. Ik ben echt mega fan van al deze paletten. Dan moet je kijken hoe ontzettend mooi dit zijn de kleurtjes. En ik ben echt een ontzettende fan van de matte tinten. En zoals je ziet zit er ook een hele glitterlaag boven. Dus dat kun je heel mooi gaan uitbreiden om een hele gave oogmake-up look te maken. Dus echt heel blij mee. En hier zitten een paar kleurtjes bij die perfect zijn voor de wedding. En ja, wat dat betreft ben ik heel blij met deze. Want daar zitten al mijn oogpaletten. En hier heb ik, ik zal ze er even uithalen. Zo. Oh. En die ook nog. Zo. Hier heb ik deze. Dit is de Prism. Deze is ook echt fantastisch. Er zitten wat fellere en heftige kleurtjes bij ook. Dan hebben we de Modern Renaissance. Echt een favorietje. Zoals je ziet gebruik ik die veel. En dit was ook mijn eerste palet. Dus deze heb ik echt al heel lang. Dan heb ik ook deze, de Self Glam. Dit is echt het wedding palet. Hier doen wij echt bijna alles mee voor bruidsmake-up. Ook mega blij mee. Dan hebben we de Subculture. Die is weer wat donkerder. Ook fantastisch. En dus nu de nieuwe, de Norvina. Yay! Mega blij mee.
Goed, ik ga nog heel even mijn haar fixen. En dan gaan we richting Den Haag, want daar is het feestje. Oké, dit is het lookje. Ik heb een mega mooie zeemerminnen jurk aan van Fashion Valentina. En hij heeft een open rug. Zo zit hij van achter. En heb ik mijn Yves Saint Laurent tasje erbij. En mijn Yves Saint Laurent schoentjes. Dus dit is mijn volledige lookje. Ik heb er zin in. Even weer een pre-wedding party. Kan ik een beetje kijken. Een beetje een soort van generale repetitie weer voor mij. Ah, leuk. Het is ook de eerste keer dat ik deze jurk aan heb trouwens. Ik wilde hem eigenlijk vorig jaar aan op black tie. Maar toen heb ik toch gekozen voor die rode jurk. Dus deze komt nu perfect van pas. We zijn er aangekomen bij Luna Events in... Waar? Naaldwijk? Den Haag? Ergens in de buurt? Naaldwijk volgens mij. Honsoorsdijk, something like that. En we zijn aan het oefenen. Ik zie mijn man in een pak. Ja, let's go, vrouwen let's in go, pak. Let's go, let's go. Vrouwen in jurk. Vrouwen in jurk, ja. At all, do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall, so why didn't you call? Je kan veel zeggen, maar die Afghanen weten wel hoe je eten moet maken. Heerlijk. Lekker? Yes. Ik ben zo ongelukkig in dit pak. Ryan, wil je even uitleggen waarom? We zijn weer thuis van de wedding. Dus elke man voelt zich helemaal hot. Nou, naar Ryan's uitleg voel ik me zeg maar niet hoe zo. Hoe lang is je stropdas? Kijk, die stropdas wordt eigenlijk of dat hier te komen. Dus bij Fred probeert zeg maar de grond te raken. Okay. En daarnaast hoort hier eigenlijk zo'n gele M. Dat weet ik maar. Waarom is dit geen mooi pak, Freek? Kan je een beetje uitleg geven? Fashion tips. Hij lijkt op een wandelende vlag. Ik ben alsof ik bij het Koninklijk Huiswerk of een van de oude schipper ben van 1977. Want omdat je broekpijpjes een beetje wijd zijn. Er zit schoudervullingen in, de ding is te lang, die zit te lang, hier zit te veel ruimte, hier zit te veel ruimte, hier zit te veel ruimte. Zeg maar... Ja, je kan hem gewoon vouwen. Ik ben zo ongelukkig in pak. Mag ik het uit alsjeblieft? Ik wil dus wel een keer zo'n heel mooi fitted ding, maar dat moet ik het echt laten maken. Want zo'n dunne kutlijf van mij krijg ik dat echt niet zo lang gemaakt. Schat, staat je wel heel schattig. Ik ga niet meer. Alsof je inderdaad een chefkop bent. Nee, niet een chef bent van een restaurant. Een chef van... Zo liep Max er altijd bij, ja. Toch? Ja, Max. Max, onze Max. Chef van vroeger toen we nog in de horeca werkten. Ja, ja. Jongens, tafel 17, hup, opschieten. Ja, maar precies zo'n pak is het. Ja, ik ken die hele Mark, hoe heet die man? Max. Max niet, maar de laatste keer bij je ouders was er ook zo iemand die had zo'n pak aan. Dat is ook aan, ja. Dat is Max. Nou, ze hebben het slecht. Je hebt de haar mooi gedaan. Goed hè? Mm-hmm. Leuk hè? Mm-hmm. Nee, het was echt weer een mooie ervaring om hier aan mee te doen. Mooi bruid. Een prachtige familie ook. Moedertje, beide moeders trouwens. Het was onze eerste Afghaanse wedding. Ja, mm-hmm. Ja echt bijzonder lekker gegeten. Dus... We're back home. Ik ben ook heel blij dat ik even die tweede touch-up heb gedaan. Toen was dat het echt wel. Ja, zonder die sluier, dan zag je ook hoe mooi het haar was. En dat mooie haarsieraad erin. Ja, dat was vet, hè? Love the hairdo. Ja, en, ze zegt, Ryan zit te miepen, jongen. Filmen. Dit mag ik echt niet filmen, want wat je hier ziet, dit is allemaal kleding. Dat wordt nog niet het geval. Het wordt een kast binnenkort. Dankjewel, Sietje. Maar wij gaan de vlog afsluiten. Wat is dit nou weer dan? Dat weet ik ook echt niet. Zo ligt dit in mijn kast? Meneer Alfredo. Dat is van mij. Die is van mij, Juvenile. Oh. Die is van mij. Ja, dat is van mij. Ja, geef maar. Okay. Het is zondag en we gaan de vlog afsluiten. Het is weer mooi geweest. Thanks for watching. Dus, houdoe. Tot ziens. En bedankt.
Volgens mij zit ook de laatste vlog. Mag schelden in de vlog. Eerst volgende. Oh, en Nienke Plas doet de hele dag niets anders. En mensen vinden dat leuk. Wij gaan wandelen met Rox en gaan naar bed. En zien jullie gewoon heel snel weer. Volgens mij is de eerste volgende video die jullie zien. Een vlog van Italië. Hallo. Dit is, ik wil niet wandelen. Jawel, juist, ik wil wandelen. Dit is juist, ik zit gewoon te wachten voor je voet en je gaat precies nergens. Tot de volgende video in Italië. Doei. Doei. In Italië.